Sizzle en Tots, een paar maanden oud. Ontzettend schattig. Inmiddels is de tweeling behoorlijk gegroeid. Het gaat hartstikke goed met ze. Sizzle is een klein beetje ziek geweest, heeft even wat minder gegeten, maar die is er weer helemaal bovenop. En het gaat gewoon hartstikke goed met ze. Ze eten goed, ze groeien goed. Ze drinken natuurlijk nog melk bij de moeder. En ze eten al mee met het vaste voedsel, dus ze groeien als kool. Ze gaan hartstikke goed. De twee trekken veel bekijks. Voor de echte ijsbeerfans werd een speciale lezing gegeven over de tweeling. De volgende foto hebben wij het vermoeden, we weten het niet zeker, maar we hebben het vermoeden dat hier een jong wordt geboren. Ziet u aan de achterkant, ziet u iets uitsteken. We weten het niet helemaal zeker, maar we denken dat hier een jong geboren wordt. En zo krijgen de bezoekers van alles te weten over Sizzle en Tots. Heel informatief en gewoon ontzettend leuk om een keer het verhaal achter de schermen te horen. En gewoon heel veel bewondering voor die verzorger dat hij hier zo gaat staan en dat verhaal doet. Ja, het was heel leuk om ook te weten hoe het nu met hun gaat. Ja. Gelukkig voor de bezoekers is de tweeling voorlopig nog te zien in Blijdorp. Nou, voorlopig blijven ze nog zeker anderhalf jaar in Blijdorp. In de natuur blijven jongen ongeveer zo'n 2,5 jaar bij de moeder. Dus in Blijdorp doen we dat ook. Blijven ongeveer anderhalf jaar. Ze zijn nu een jaar, dus ze blijven nog zeker anderhalf jaar in Blijdorp. En dan zal er een ander plekje voor ze gezocht worden, een andere dierentuin. En als ze dan uiteindelijk echt weg moeten, hebben we gelukkig de beelden nog.